Dan gaan we naar Iran, want daar is het al een tijdje onrustig. Opnieuw een nacht van hevige protesten in Iran. Door het hele land gingen mensen de straat op. Alle week zijn er protesten in het land na de dood van een 22-jarige vrouw. Ze overleed nadat ze door de politie werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet goed droeg. Ja, verschrikkelijk verhaal en dat roept bij veel mensen vragen op. En daarom is het tijd voor... Amateur Reisbureau. Waarin we als ware globetrotters de hele globe rond trotten. En vandaag zijn we dus in Iran. Een prachtig land aan de Persische Golf dat zich uitstrekt van Turkije tot Pakistan met 85 miljoen inwoners, waarvan ongeveer de helft in de gevangenis belanden als ze zonder hoofddoek naar buiten gaan. Straks meer over die protesten, maar laten we eerst even kijken hoe het daar zover is gekomen. Want de geschiedenis van Iran is nog gekker dan het levensverhaal van Frank Masmeijer. En een stuk langer, want in Iran is een plek gevonden waar 7000 jaar geleden al wijn werd gemaakt. Dus die is nu echt heel lekker. Echt een... toetsen van Pleistocene. Nou, inmiddels kun je in Iran 80 zweepslagen krijgen als je alcohol drinkt. Dus ergens in die tussentijd is het misgegaan. Nou, laten we de eerste 7000 jaar overslaan en beginnen vlak na de Tweede Wereldoorlog. Voorzitter, in het jaar 1933... Nee, na de Tweede Wereldoorlog. Oh, Jesus Christ. Oké, want toen was Iran een constitutionele monarchie, net als wij. Met een premier en een koning, alleen heette die koning dan de Shah. Dat was deze meneer, Mohammad Reza Pahlavi. Het was dus een redelijk normaal land, maar toen besloten de Britten om met hulp van de CIA de premier af te zetten. Klinkt bizar en heel onrechtvaardig, maar je moet bedenken, Iran had heel veel olie en die premier die wou dat niet aan het westen afstaan. Dus ja, de premier dus weg en toen ging alle macht naar de Shah. En hem vonden we in het begin in het westen heel leuk, want hij gaf ons lekker wel olie. En hij kocht onze spulletjes en de Iraanse maatschappij zag er behoorlijk modern en westers uit, dus ook de vrouwen. En wij waren zo goed met Iran bevriend dat we onze vrouwen ook naar Teheran stuurden. Het is deze stad, de residentie van Mohammed Reza Shah, die haar koninklijke hoogheid prinses Beatrix allereerst aandoet op haar 2 maanden durende reis naar het nabije en verre oosten. Het verre en het nabije oosten. Dus ze ging naar Iran en Twente. Heel bijzondere reis. En supergezellig, maar je weet ook, als de Oranjes ermee bevriend zijn, dan deugt er waarschijnlijk iets niet. Dat was hier dus ook het geval, want de Shah verbood al snel politieke partijen. Er was strenge censuur en er was een geheime politie die al zijn tegenstanders oppakte. Dus de vuistregel was, 1 iemand was de Shah en de rest was de Sjaak. Wat dan wel weer heel cool was, is dat hij zich in 1967 liet kronen tot koning der koningen, centrum van het universum en schaduw van de almachtige. Ik denk dat je er met alleen centrum van het universum al wel was. Ja. En een paar jaar later gaf hij een bescheiden vuifje. It was so extravagant. It was so exclusive. You had the East, the West, the communist countries, the monarchies. Les arbres avaient été plantés en plein désert. Ils ont créé un golf avec des bancaires, des greens, des vallons. For days and days, a big aeroplane full of ice was delivered, a big block of ice, and put in a desert. It was the budget from Switzerland for 2 years, which they spent in 2 days. Ja, als Zwitserland dit hoort, dan denken ze echt, Jezus, wij gaan 2 jaar sparen, hebben we ook zo'n feest. Dan maar even wat minder kaasfondue. Nou. De Shah die liet zelfs 50.000 Europese zangvogels invliegen, maar die waren na 3 dagen allemaal dood omdat ze niet tegen het klimaat konden. En oh ja, ze lieten ook 1 prins Bernhard invliegen, maar die kon helaas wel tegen het klimaat. De Iraanse economie groeide gigantisch, maar niet alle Iraniërs waren blij met de Shah. En in 1979 was het afgelopen met zijn regime. Portretten van Shah Mohammad Reza Pahlavi worden in de straten van Teheran door joelende menigte vernield en verbrand. De keizer, decennia lang symbool van orde en tucht, maar ook van vooruitgang en rijkdom, heeft in het oog van zijn volk zijn recht verloren. Ja, de Shah vlucht en dan is opeens deze meneer de baas, Ayatollah Khomeini. En zoals vaak bij nieuwe managers gaat hij het allemaal net een beetje anders doen. En wat heeft hij nou bedacht? Nou, Iran wordt een islamitische republiek met islamitische wetten. En daar zitten goede kanten aan, zoals... Weet ik even niet, kom ik op terug, maar... Maar ook slechte kant, hè? Alle muziek wordt verboden en ook alle dans. Nou, dan blijft er verdomd weinig over van musicals. Ik ja,
Ik weet niet of je ooit naar Cats bent geweest in Teheran. Dat is echt, ik zie een paar katten. En nu? Ja, nu niks. Dat... En dan wel gewoon 5 keer terugkomen om applaus te halen. Ja, nou, daar pas ik voor. Pas ik voor. En ook wordt het voor vrouwen wordt het dragen van een hoofddoek verplicht. En Khomeini laat ongeveer 20.000 mensen vermoorden om hun mening of hun geaardheid. En vandaag is Iran nog steeds een islamitische republiek. De baas is nog steeds een ayatollah. Alleen is dat niet meer Khomeini, maar Khamenei. En je mag altijd maar een paar letters veranderen, want dat scheelt dan op bankbiljetten en t-shirts en zo. Dus Calimero had het in principe ook kunnen worden, maar hij had dan het gevoel dat iemand anders het weer beter kon. Nou, hoe dan ook, Khamenei is de hoogste baas. Daarnaast heb je nog een raad der hoeders, een soort eerste kamer die kijkt of nieuwe wetten in lijn zijn met de islam. Je hebt ook een president en een parlement, maar alles wat zij beslissen moet worden goedgekeurd door die raad der hoeders en de ayatollah. Dus het is een beetje als in Nederland, alleen dat dan alles moet worden goedgekeurd door Kees van der Staaij. Of zijn opvolger Kees van der Stoei. En er is ook een zedenpolitie. Gerste Irshad, goed negam ikonan met zanen, ke unen ke levasheshu monaseb nis. Monaseb nisam, kamelan nisbiye, relatief. In yeki mesela mige, shalvar tange, chere mesela support pushidi, legging pushidi. Bat be un yeki migen ke mesela asinet kheli kutahe. Be un yeki migen shalet kheli aqabe. Ja, de huidige president, die dus onder de Ayatollah zit... Gadverdamme, jongens, zit weer helemaal onder de Ayatollah. Dus, Nou, die nieuwe president die heet Ebrahim Raisi. En die is nu al een jaar aan de macht. En sindsdien treedt de zedenpolitie veel harder op. En dat brengt ons bij de huidige onrust. Mahsa Amini, vorige week overleed ze nadat ze werd gearresteerd door de Iraanse zedenpolitie. En waarom werd ze opgepakt? Nou, de verhalen lopen uiteen. Maar het zou gaan om een te strakke broek of een verkeerd gedragen hoofddoek. Ja, zij is gewoon dood vanwege haar hoofddoek. Ik begin te geloven dat de radicale islam helemaal niet zo'n goed idee is. En veel Iraniërs zijn ook klaar met deze vrouwenhatende regels. Vrouwen knippen hun haar, hoofddoeken gaan af en worden zelfs verbrand. Ja, en gisteren maakte het Iraanse voetbalelftal een statement door voor de wedstrijd tegen Senegal hun nationale tenues te bedekken met zwarte jassen. En dan denk je, heeft dat zin? Wauw, het werd 1-1. Dus ja, niet echt, niet echt. Maar de vraag is natuurlijk, gaat dit ergens toe leiden? Een paar jaar geleden waren er nog veel grotere protesten, maar die zijn uiteindelijk gewoon keihard neergeslagen. En internationale druk gaat ook niet zoveel opleveren, want Iran is eigenlijk alleen nog maar goed bevriend met Rusland. En ik denk niet dat Poetin de Ayatollah een lesje mensenrechten gaat geven. Dus ja, wat dan? Nou, we kunnen journalisten blijven sturen, maar dat wordt ook steeds gevaarlijker. Al-Motel Amerika, Al-Motel Israël. Your mass media attack Iran. Ik trek mijn hoofddoek nog even. Do you want to do your shot? No, it's okay. Finished, hè? Finished. Thank you so much. Okay. Have a good time. We appreciate it very much. We had a good time, yes. Ja, ja, 5 sterren op TripAdvisor, hè? Ja, geen zorgen, ja. Ik zal het tegen al mijn vrienden zeggen, ja. Okay, ja. Het is heel dapper dat ze daar staat. En logisch dat ze een hoofddoek draagt, want anders kan ze daar niet werken. Maar de Engels-Iraanse journaliste Christiane Amanpour had een interviewafspraak met president Raisi in New York. Dus zij dacht, ik ben geen moslim, ik ben in Amerika, ik hoef geen hoofddoek. Dat werd niet zo'n lang interview. Ze heeft het nog wel een beetje geprobeerd, maar hij was echt heel afwezig. President Raisi kwam dus niet opdagen omdat zij geen hoofddoek had. Moet je even bedenken, die gast durft niet eens in dezelfde kamer te zijn op een ander continent met een vrouw zonder hoofddoek. Wat denkt hij dat er gebeurt? I think that he did not want to be seen with a female without a headscarf. Ja, Raisi was bang dat ze het in Iran zouden zien. En dat ze zouden zeggen, hey Raisi, we zagen je interview met die ongesluierde vrouw, maar er gebeurde niks. Geen bliksem ingeslagen, je hoofd is niet ontploft, de aarde is niet opengespleten om jullie allebei op te zuigen. Is zo'n hoofddoek dan wel echt nodig? En ik snap dat hij daar geen zin in heeft. Nou, het avondshow Reisbureau zou het avondshow Reisbureau niet zijn als we niet een avondshow reisadvies gaven. En dit keer heb ik voor het eerst geen reisadvies, maar een Raisi-advies. Beste Raisi, kappen met die shit. Tip van mij, het leven is echt veel leuker als je vrouwen gewoon normaal behandelt. En katten, laat die beesten gewoon dansen en zingen, man. Tot zover!
Door het kijken van deze video bent u akkoord gegaan met onze algemene voorwaarden en privacybeleid, waaronder punt 3. U zegt ook toe de hele uitzending te bekijken op NPO Start. Meer informatie over NPO Start vindt u op NPO Start.